dat je kijkt. Mijn naam is Wilma en vandaag zijn we bij Anke Oosterbaan. En ik sta hier naast Ingrid Brak. Ingrid, wil jij jezelf even voorstellen? Ja, nou, ik ben Ingrid Brak. Ik heb mijn eigen stal gevestigd in Jouden. Daar doen we opfokken van paarden, trainen van paarden en geef ik veel lessen. Maar hier zijn we vandaag dus op Einde bij Anke Oosterbaan, stal Cineda. En daar train ik al jarenlang de paarden. De paarden. Nou hebben wij een poosje terug van jou een hele goede IBOP-proef gezien. Met een monsterscore van maar liefst 86 punten. Wat komt er allemaal kijken bij een IBOP? Nou ja, en dit was dan nog een 4-jarig paard wat we voor de IBOP hadden. Dus dat zijn paarden die nog niet mega veel ervaring hebben. Eigenlijk bij een IBOP is het nog niet zo belangrijk dat ze een hele nette dressuurproef lopen, zeg maar. Hè. Ze een keer schrikken of je maakt een keer een extra volte. Dat is eigenlijk niet zo'n probleem. Dat wordt niet zo afgestraft. Het gaat echt puur om de basisgangen. Maar daar gaat natuurlijk wel tijd in zitten, in de training. Om dat gewoon correct en fijn voor elkaar te krijgen. En wat wij ook echt altijd doen voor een IBOP is met de paarden van huis. Die jonge paarden die zijn eigenlijk nog nooit van huis geweest. En wij gaan altijd 1 of 2 keer oefenen. Om echt te weten hoe ze reageren. En ook dat ik weet of ik ze kan bewerken in de proef zelf, ja of nee. Het zal voor een jong paard altijd even wennen zijn. Die is inderdaad weinig gewend. Ja. Dus je traint op ander terrein. Ja. Ben je ook wel eens naar de locatie zelf geweest om te trainen? Ja, ja, absoluut. Wij vinden Warga altijd wel een beetje, vooral binnen, is het soms wel wat rumoerig. En daar moeten de paarden echt wel eens aan wennen. En er zit gewoon echt, je leert de paarden een beetje kennen. Er zit gewoon verschil in. Het ene paard is daar best wel heel gespannen op. En het andere paard weet je gewoon, nou dat komt wel goed. Ja. Train je nou ook anders naar een IBOP toe dan dat je een paard naar de sport toe traint? In principe is de basisopleiding gewoon hetzelfde. Hè. Je wilt gewoon een paard heel fijn voor elkaar hebben. En de opleiding van een paard is gewoon gelijk. Alleen wat denk ik het grote verschil is, is toch dat je na een dressuurproef ga je meer oefeningen rijden. Na een IBOP ben ik echt meer bezig met de basisgangen om dat zo goed mogelijk en zo correct mogelijk te kunnen presenteren. En een paard gewoon heel goed van achter naar voren door het lichaam te rijden. Ik denk dat dat het grootste verschil is, dat je dan minder met je oefeningen en met het braaf precies op de letter rijden bezig bent. Laten we eens even met de stap beginnen. Dat is een viertaktgang. Ja, klopt. Hoe train je daarna? Doe je dan ook iets anders? Of zeg je van nou, een stap is wat het is? Of kan ik daar nog iets aan verbeteren? Nou, in de stap vind ik het heel fijn om heel veel af te wisselen in de hoofd-halshouding. En zeker naar een IBOP toe en zeker als paarden ook wel eens twijfelt of de takt juist is, ja of nee. Ik probeer ze heel goed mijn hand eigenlijk te laten volgen, mooi voorwaarts, neerwaarts. Waardoor je eigenlijk wat een ruimere stap krijgt en meer lichaamsgebruik. En ze daarin dan wel actief te houden, want anders dan krijg je dat lichaamsgebruik vaak nog niet helemaal voor elkaar. En daarna probeer ik ze gewoon ook weer mooi in de hand te stellen. En dan toch diezelfde ontspanning en lossigheid mee te nemen. En ook het achterbeengebruik zo proberen te houden. Dus dat ik op die manier door veel af te wisselen eigenlijk een betere, constantere stap krijg. En een meer ontspannendere stap. Doe je dat in de draf hetzelfde? Nee. Ja, in draf wil je natuurlijk ook lossigheid en ontspanning en lichaamsgebruik houden. Maar wat ik heel erg doe in de draf is, eerst als ze echt jong zijn, wil ik gewoon één tempo. Ik wil tempo gewoon mooi constant, dat ze in balans komen, dat er mooi één houding komt. En als dat voor elkaar is, dan begin ik echt te schakelen. En best wel heel veel. Ik rijd dan ook wel stap-draf overgangen, maar ook heel veel tempowisselingen in de draf zelf. En ik rijd ze eigenlijk altijd eerst echt een beetje terug in tempo. Dat ze zich leren te dragen. En dat ze daar vanuit gewoon heel rustig weer naar voren gaan, zeg maar. Maar dat ze dan wel die gedragenheid meenemen. Dus als je ze heel snel weer voorwaarts rijdt, dan vallen ze vaak gelijk weer op de voorhand. Ja. En door dat gewoon korte, kleine stukjes te doen, dan probeer ik die gedragenheid mee te nemen. Ja. En daardoor train je ook gelijk de verruiming, wat ze in de IBOP-proef toch ook wel heel graag
goed willen zien, zeg maar. Ja. Maar daarmee train je ook gelijk het gebruik van het achterbeen. Ja. En de galop dan? Want dat is sprong is belangrijk, denk ik, in de galop. Ja. Ja, absoluut. De galop vind ik bij de Friese paarden doe ik nooit al te lange stukken galopperen. En zeker niet bij de jonge paarden. Ik doe liever 3-4 keer per kant aanspringen dan dat ik in 1 keer 10 rondjes galoppeer. Ja. En dat echt omdat ik ook hetzelfde stukje weer, anders dan vallen ze vaak weer wat op de voorhand, raken ze hun sprong een beetje kwijt. En ik wil toch graag die kracht en die sprong van achteruit houden. Ja. En als een paard daar nou wat moeite mee heeft en ze zijn er qua africhting aan toe, dan vind ik het heel fijn om stapgalop overgangen te rijden. Okay. Dus dat ze echt kracht moeten zetten vanuit de achterhand en daar vanuit ook blijven dragen. Ja. En als ze echt al een beetje verder zijn, hè, je hebt natuurlijk ook wel eens 5-6-jarige paarden voor de ibop, dan vind ik de contragalop heel fijn werken voor nog een beetje extra balans en rechtgerichtheid. Okay. Train je dan elk paard hetzelfde? Nee. Het is toch echt afhankelijk van het africhtingsniveau. Maar ook kijk je een beetje naar wat zijn de sterke en zwakke punten van een paard. En ook naar het exterieur. Hè. Het ene paard is meer op de voorhand, het andere loopt al fijn bergop van achteruit. Ja. Dus er zit altijd wel verschil in. Maar dit is toch een beetje mijn lijn door de training heen. Waar ik graag naartoe wil trainen voor een ibop. Ja. Ja. En hoe lang heb je een paard dan ongeveer in training? Want hier zijn we natuurlijk bij Anke, dit zijn haar eigen paarden, dus daar begin je al eerder mee misschien? Ja, dat klopt. Ik doe het normaal gesproken met andere eigenaren vaak, dat we het gewoon echt in overleg doen. Dus we kijken eerst naar wat voor niveau heeft het paard, wat is het africhtingsniveau en wat is het doel van de eigenaar? Is dat wel haalbaar en in wat voor tijd is dat haalbaar? En daar aan de hand daarvan maken we dan gewoon een tijdsplanning. Ja. En een zetpaard ben je misschien met 4 weken klaar. En een paard wat nog zadelmak moet, ja, dat duurt wat langer. Ja. En ik denk dat we hier bij Anke wel een heel mooi systeem hebben, zo'n beetje door de jaren heen. Wij doen ze echt als 3-jarige. Dan in het voorjaar, begin van de zomer, dan gaan we ze zadelmak maken. Ja. Nou, zo'n 4 tot 6 weken zijn we dan aan het trainen. En daarna krijgen ze even rust. Dan gaan ze naar de keuringstal voor de keuring. Ja. En dan komen ze in de nazomer weer terug. En dan krijgen ze weer even rust, gaan ze de wei er even op. En dan in de winter pakken we ze eigenlijk weer op. Ja. Gewoon 3 keer in de week. Vaker rijden we ze hier eigenlijk ook nooit. Nee. En dan gaan we, als ze er klaar voor zijn, in het voorjaar een ibop rijden. Ja. Maar dan nog, hè, dat is wel hier echt het voordeel. Wij kijken gewoon echt naar de paarden. Echt van, zijn ze er klaar voor? Kunnen ze het werk aan? Ze krijgen als het moet gewoon weer even vrij, even hun rust. Ja. En ja, zo hebben we eerder ook al eens een paard gehad. Ja, die was tegen de 1,70. Ja, dan wordt het hem gewoon even nog niet als 4-jarige. Hè. Die was nog zo in de groei. Die hebben we een jaar later gedaan. Ja. Dus dat is hier natuurlijk wel heel mooi, dat die mogelijkheid er is. En dat we echt de tijd kunnen nemen voor de paarden. Ja. En echt kijken wat ze aan kunnen. Ja, nou heel mooi dat jullie kijken per paard en ook naar de kwaliteit van het paard. Ja. Ik denk dat het ook belangrijk is tijdens een ibop proef en het trainen ernaartoe. Ingrid, bedankt voor je medewerking. Ja, graag gedaan. We gaan je ibop volgen. Ja, bedankt.